Als eerste, hartelijk gefeliciteerd met het winnen van een prachtige prijs. Ja, dankjewel. Als het gaat over je onderzoek, je hebt gekeken naar windparken en eigenlijk het optimaliseren van windparken. Hoe ben je precies te werk gegaan? Ik maak gebruik van dat je turbines, windturbines een beetje scheef kan zetten. En daardoor kan je de langzame wind die achter de windturbine is een beetje opzij duwen. En daarmee kunnen dus de windturbines verderop in het park meer vermogen uit de wind halen. Wat gebeurt er precies achter een windmolen? Want daar is een bepaald effect waar je gebruik van maakt. Ja, dus achter een windturbine... die windturbine haalt energie uit de wind. Dus daar is een langzaam bewegend zog. Dat is een soort van de wind beweegt langzamer achter die turbine. En dat zorgt dat een windturbine die daar weer achter staat, die staat uit de wind. Die kan gewoon minder vermogen produceren. Als je dus die eerste windturbine net niet optimaal neerzet, maar net een beetje scheef zet, dan produceert je zelf iets minder, maar dan duw je die langzaam bewegende wind, die duw je een beetje opzij. En dan kan je die dus om die turbine daarachter heen sturen. Eigenlijk optimaliseer je het systeem van een groot aantal windmolens. Ja, we kijken inderdaad echt naar het park als geheel in plaats van de turbine op zich. Hoeveel meer stroom kun je opwekken met bijvoorbeeld een windpark voor de Nederlandse kust? Ik denk dat als we over realistische hoeveelheden praten, dan is dat 1 of 2% meer energieproductie uit een windpark op de Nederlandse kust. En als je kijkt naar de belangstelling vanuit de industrie, er worden ontzettend veel windparken aangelegd. Hoe staat dat ervoor? Wordt er al aan je deur geklopt? De industrie staat zeker om de hoek mee te kijken. Dus bij mijn project zijn ze soort van ook met een commissie betrokken. Dan laten wij 2 keer per jaar zien wat we aan het doen zijn. Dan kijken zij of het relevant is. Mm-hmm. Andere projecten binnen onze groep wordt ook direct samengewerkt. Ook bijvoorbeeld met het windpark Hollandse Kust Noord, wat nu wordt gebouwd. Daar zit ook een onderzoekstraject in wat binnen onze groep plaatsvindt. Waar we kijken naar hoe kunnen we dat windpark optimaal gebruiken. Kunnen we ook dit soort dingen die we hier in simulatie laten zien, in veldexperimenten laten zien en in een echt windpark. Ja, want is dat de volgende stap om echt te laten zien dat het werkt? Want je hebt het tot nu toe gemodelleerd, neem ik aan. Ik heb het tot nu toe gemodelleerd en er zijn ook al wel veldexperimenten geweest die hebben onder bepaalde omstandigheden laten zien dat het werkt. Maar dat is nog redelijk beperkt geweest. Het schalen naar een echt windpark is waar ik nu mee bezig ben. Om te zorgen dat het in ieder geval toepasbaar is. En dan het uitgebreid testen met veldexperimenten is de stap daarna.